Hilversum heeft op een regenachtige zondagmiddag enige duizenden atletiekminnaars actief aan het werk gezien tijdens de Avro Cross, die deze omroepvereniging nu voor de derde achtereenvolgende maal organiseerde. Er was al direct even gelegenheid om op adem te komen, wat voor de meesten wel prettig was, want onder de meer dan 3000 lopers bevonden zich maar weinig geoefenden. Velen waren het programma Kleutertje Luister maar nauwelijks ontgroeid. Anderen zou men mogen rekenen tot de toppers van toen. Hilversum lag op deze middag in een merengebied dat meer tot watersport dan tot hardlopen noodde. Het ging er overigens niet om wie als eerste de finish zou bereiken. Men moest alleen proberen de afstand van 5 kilometer binnen 36 minuten te lopen. Dat was nog wel te doen. Maar de meesten zullen toch wel erg blij geweest zijn toen ze de finish in het televizier kregen. En weet u wat zo leuk was? Men hoefde na deze prestatietocht geen lid te worden. En toch kreeg men een speldje.